Nee, het was zeker geen moeilijke beslissing. Iedereen weet van vroeger dat ik al heel de jeugdopleiding heb doorgelopen. De bekende verhalen dat ik al sinds kleins af aan supporter ben. En ik denk dat het voor iedereen goed is dat ik heb bijgetekend. Ja, en er spreekt ook veel vertrouwen uit namens de club, denk ik, naar jou toe. Ja, zeker. Dat had ik toen vorige keer al volgens mij bij de persconferentie gezegd dat ik... heel blij ben met het vertrouwen dat ze überhaupt met me wouden praten over een verlenging. En ik ben blij dat we eruit zijn gekomen. Ja, en als je nou kijkt naar jouw eigen doelstellingen voor de komende jaren, wat staat er dan bij jou op één? Zo goed mogelijk ontwikkelen. Beetje standaard, maar het is wel zo. Ik wil voor mezelf het hoogst haalbare halen. En dat begint bij Feyenoord. Dit lijkt me iets waar jij hartstikke blij mee bent, toch? Ja, ik ben er zeker blij mee. Wat ik al zeg, spreekt veel waardering uit vanuit de club. En voor de rest ook voor iedereen nogmaals heel positief. Ik wil het met je hebben over de wedstrijd van morgen, want het is nogal een belangrijke wedstrijd. Hè? De laatste horde om die Conference League groepsfase te halen. Wat kun je zeggen over hoe dat aspect ervan leeft, dat je er heel dichtbij bent nu? Nou, ik denk sowieso voor Feyenoord en zeker ook voor onze ploeg dat het heel belangrijk is dat wij standaard... twee keer in de week spelen, drie keer in de week. En het zou lekker zijn als we gewoon doorgaan. En wat ik zeg, heel belangrijk voor ons. En we moeten gewoon winnen morgen. Wat ben je inmiddels wijzer geworden van die tegenstander? We hebben gisteren beelden bekeken. Het is een team dat heel erg gevaarlijk is in de omschakeling. En ook vanuit de counter speelt. Maar zeker ook gewoon de kwaliteit hebben om eruit te komen. Maar we moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan en wat we de laatste weken doen. En dat gaan we morgen ook weer doen. Ja, vind je het een nadeel dat je nu thuis begint en het uit moet afmaken? Of? Nee. Maakt niet uit? Nee. Waar ik heel erg benieuwd naar ben bij jou. Hè? We hebben de nodige spelers gesproken over die andere manier van spelen die er is. Over de trainingsintensiteit. Wat is er nou anders voor jou als doelman met hoe Feyenoord nu speelt? Of verandert daar dan niet zoveel in? Ik denk dat er vanuit mij vooral meer gevraagd is om het voetbal vanuit achteruit ten opzichte van vorig jaar. We willen graag opbouwen, graag goed voetbal laten zien. En ik denk dat dat de grootste verandering is voor mij. Ja, is een voorbeeld daarbij. Ik weet even niet meer zeker. Volgens mij was dat in Luzern thuis. Dat was de één moment dat jij die bal even wat langer bij je hield. En precies wachtte op dat moment dat Pedersen vertrok dat er net even wat ruimte was. Is dat een voorbeeld van wat je net bedoelt? Ja, ik denk het wel. We willen gewoon, wat ik zeg, mooi voetbal spelen. En als er ruimte in de diepte is. En dat was dat moment, ik kan me dat moment herinneren. Maar Marcus, dan probeer ik hem gewoon te bereiken, inderdaad. Ja. Eén ding nog over het Nederlands elftal ook. Heb jij inmiddels zelf al persoonlijk contact gehad met Van Gaal? Heeft hij jou al gebeld, gesproken, geappt? Nee, ik zei het ook al net dat ik nog met niemand contact heb gehad. Wat zijn jouw verwachtingen ervan? Wat jouw rol gaat zijn? Ik moet er eerst bij zitten, dat ten eerste, en dat begint morgen. Ja, en als dat zo is? Ja, dan... Heb je het in je achterhoofd zitten dat het überhaupt mogelijk is om van er niet bij zitten in één keer naar zelfs op het basisformulier staan? Ja, dat gaat wel heel ver. Ik heb vertrouwen in mezelf, maar ik moet het eerst laten zien en dan zie ik het volgende week wel of ik erbij zit of niet. Zo.